as we have said, it is an honor. It's a great pride to be witness what is happening in the cities and churches, but also, Father, we know that He has faith that you can do something for our today. So we ask in the name of Jesus to heal our needs. And it is possible, Father, before the operation, that you can feel that something is happening in the name of Jesus. We rebuke all spirits of darkness involved in your situation. We rebuke them in the name of Jesus. Father, you are the light. Your promises, wherever we will go as your child, there shall be no darkness. So we pray in your name to bring light into our life, light into our spirit, light into our soul, light into our body, in Jesus' name. And every need shall be healed in your name, Father. And we pray also for the doctors, that they can do their work in the need properly. So we bless Sandra, our sister today, in Jesus' name, and that she shall be part of your kingdom, as you have promised. Whoever believes in you shall be your child, in Jesus' name. Amen. You bless, sister. Proclameren wij, spreken wij uit, zegeningen over haar. Wij spreken zegeningen over haar, dat ze een gezegende vrouw mag zijn. Dat ze een gezegende moeder mag zijn. Dat ze een gezegende oma mag zijn. Maar dat zij gezegend mag zijn onder uw gezag. In uw koninkrijk. Onder de macht van uw troon. En dan weten wij dat zij voor eeuwig gezegend zal zijn. Wij spreken uit. Dat in de komende levensjaren zij mag door blijven groeien. In wijsheid, in kennis, in kracht, zoals u haar daar wil geven, zoals u haar dat wil geven, meer en meer. Halleluja. Dat zij bruikbaar mag zijn in uw koninkrijk, Vader. Zegen haar. Zegen haar met meer dan zij zou kunnen bezetten. En wij spreken uit dat het geen achtervolging mag zijn vanuit haar verleden, Vader. Maar dat zij steeds immer zich verjongt onder uw kracht. En dat vragen wij als hele gemeente samen in één kracht. En wij zeggen amen. Wees gefeliciteerd en gezegend. En wij bedanken dat zij u niet lang heeft aanvaard in haar leven. Maar ze ziet de kracht. En we zeggen haar. Ook met de medische behandeling die ze eventueel zal ondergaan en krijgen. Maar we zeggen haar, Vader, omdat zij immer in uw geloof. Haar geloof mag sterk zijn en blijven groeien. Dat een getuigenis van alle mensen in de kerk. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen.